Waarom is deze musical zo goed ten opzichte van andere musicals? Ach jeetje, nou, het is gewoon partytime, dat is het allerbelangrijkste. Het gaat over een menselijk verhaal, over alles in het leven hebben, door een auto-ongeluk alles verliezen, maar weer opkrabbelen. Maar het gaat vooral over muziek en over party en op je stoelen staan omdat het zo'n lekkere avond is. Dat is on your feet. Nou, de verhalen zijn heel goed, de reacties van het publiek zijn goed. Ik ken het natuurlijk van Broadway, een hele vrolijke, positieve musical met een goed verhaal. Leuke dans, goede muziek, gewoon een feestje. What do we get to know about your life story? You get to know a lot of things, a lot of behind the scenes things, a lot of things that I've never talked about publicly in interviews. You get to see what it took. You get to see an amazing cast with so much heart and soul, and they really have done a phenomenal job. So I'm very proud of them. Ze zijn hier 2 weken geweest en ze zijn onder de indruk van ons talent wat we in Nederland hebben. En ook dat wij hun verhaal hier willen vertellen. Dus zij huilen alleen maar de hele tijd. I have been here since October 10th, every day. And my favorite thing is to see the audience has been growing and responding every day more and more. And they deserve it. They've done a wonderful job.